En wat is uw doelstelling? Wat wil u bereiken? Wel, het is duidelijk dat wij als club een belangrijke club hier hebben. Hè. Dus met de STVV hebben wij een club waar in aantal toeschouwers is dat de zesde of de zevende club samen met KV Mechelen. Dat is ongeveer hetzelfde aantal toeschouwers van het land. En dus dan zou je ook verwachten dat naar positie in het klassement dat we toch wat hoger staan dan wat de laatste tijd het geval is geweest. Dus en dat moet toch wel de bedoeling zijn dat we wat ambitieuzer worden op vlak van sportieve resultaten. Natuurlijk zegt iedereen, ja, Roland is terug van nooit echt weg geweest. Hè? Goh, ik ben in die zin niet helemaal weg geweest omdat ik hier ben blijven wonen. En dan daarnaast ook uiteraard door de activiteiten die hier ontwikkeld worden op Staaij, heb ik altijd heel goede contacten onderhouden, ook met de vorige eigenaar. En dus vandaag is het zo dat mij dat de beste oplossing lijkt voor de toekomst van de club ook. Ten slotte heb ik ondertussen wat ervaring ook op het vlak van voetbal. En ik kan de CEO Philippe Bormans nu heel goed bijstaan ook op het sportieve vlak.